Met de val van het Chinese keizerrijk zijn we aangekomen bij de tweede deelvraag van deze historische context, waardoor de Volksrepubliek China ontstond. En in deze video gaan we kijken naar het ontstaan van de Republiek China. Dat is nog iets anders dan die Volksrepubliek China. En Sun Yat-sen, die ik in de vorige video ook al noemde, die speelt daar een belangrijke rol bij. En zo zijn er nog een paar personen die er bij die gebeurtenissen van eind 1911 een belangrijke rol spelen. Ja, laten we daar eerst maar eens even naar gaan kijken. Nou, wie zijn de hoofdrolspelers? Nou, ten eerste hebben we dus Sun Yat-sen. Ik noemde hem in de vorige video ook al kort. Hij was de leider van die nationalistische revolutie. Hij was in 1866 geboren en had gestudeerd in het buitenland. Was er met allerlei nieuwe westerse ideeën in aanraking gekomen. En zijn overtuiging was dat als China een rol wilde spelen op het wereldtoneel, ja, dan moest China moderniseren. En dan moest het keizerrijk weg en dan moest er een moderne republiek komen. Nou, daar kreeg hij heel veel mensen in mee en hij leidde dus die revolutie die uiteindelijk ook zou slagen. Een andere belangrijke persoon is Yuan Shikai, die we hier zien. En hij was de belangrijkste generaal van het Chinese leger in deze tijd. Ook de generaal van het modernste onderdeel van het leger. Hè. We hebben in een van de vorige video's gezien dat China er heel veel aan deed om het leger te moderniseren. Nou, Yuan Shikai was dus de leider van het modernste onderdeel van het Chinese leger. En toen die revolutie dus aan de gang was, toen riep de Chinese regering, die riep Yuan Shikai erbij van, hey, sla alsjeblieft die revolutie neer. En Yuan Shikai die zei dat, maar hij zegt wel, dan wil ik er wel van alles voor terug hebben. Dus zo kreeg je eigenlijk steeds meer de touwtjes in handen. En tegelijkertijd ging hij ook onderhandelen met Sun Yat-sen. Dus hij at eigenlijk van twee walletjes. En dat kwam omdat hij wist dat zowel Sun Yat-sen als de Chinese regering, de keizer, hem nodig had. Dus hij kon ze ook een beetje tegen elkaar uitspelen. Sun Yat-sen had zelf geen leger, dus daarom ging Yuan Shikai daarmee praten. En ze maakten bijvoorbeeld de afspraak van, nou, stel als dadelijk de regering afgezet wordt, dan word ik de eerste president van die nieuwe Republiek China. He, dat had Yuan Shikai zo bedongen. Maar aan de andere kant had je dus nog de derde hoofdrolspeler, dat is Puyi, hè, die kleuterkeizer die we al eerder zagen, die hele jonge keizer. En ja, daar maakte Yuan Shikai dus ook afspraken mee. Want die Puyi, die was uiteindelijk de laatste keizer van China, want die had ook echt wel door van, hey, dit gaat niet meer zo door, dit gaat echt veranderen. En hij deed dus ook in samenspraak met Yuan Shikai, deed hij afstand van de troon, zodat het keizerrijk echt ten einde kwam. Hij mocht nog wel in naam keizer blijven en hij mocht zich alleen nog binnen de verboden stad in Peking begeven. En daar is hij nog een hele tijd keizer van China geweest. Zullen we later ook nog wel eens op terugkomen. Maar goed, dit zijn dus misschien wel de drie belangrijkste personen binnen die revolutie van 1911. Nou, en die slaagt dus door het nationalistische verzet van Sun Yat-sen, door de militaire steun van Yuan Shikai en omdat die Puyi dus afstand doet van de troon. En ja, dan moet er dus een nieuw China komen. En dit gebeurt allemaal aan het einde van 1911. En op 1 januari 1912 sticht Sun Yat-sen dan de Republiek China. Nou, er komen verkiezingen en zijn nationalistische partij, de KMT, de Kuomintang, die wint de eerste parlementsverkiezingen. En die partij die staat voor een aantal dingen. Die zet zich in voor nationalisme. Het was een nationalistische partij. Oftewel, er moet meer eenheid in China komen. Al die verschillende bevolkingsgroepen moeten zich echt meer Chinees gaan voelen. En alle buitenlandse invloeden moeten echt verminderd worden. Daar moet China van bevrijd worden. Alleen zo kunnen we een groot en sterk China krijgen. Nou, het was ook een socialistische partij, in die zin dat ze heel veel ongelijkheid zagen in China. Hè. Dus denk terug aan die bokseropstand, dat waren bijvoorbeeld heel arme boeren. Nou, er moest meer gelijkheid komen, de welvaart moest eerlijker verdeeld worden. Dus de hogere opbrengsten van de belastingen moesten voor het hele volk zijn, niet voor een kleine groep. En als laatste zette die partij van Sun Yat-sen zich ook in voor democratie. En ze waren voor een geleidelijke invoering van die democratie en een scheiding van de machten. Meer inspraak voor de Chinese bevolking via het parlement dat gekozen werd door middel van democratische verkiezingen. Daar stond die partij van Sun Yat-sen voor. Ja, en Sun Yat-sen lijkt dan als de grote overwinnaar uit die hele revolutie te komen. Hij wordt de eerste president van China. Maar dan heb je ook nog die Yuan Shikai. Ja, en die is het eigenlijk niet zo eens. Het rommelt een beetje tussen die twee. Die heeft het ook niet zo op die ideeën van die partij van Sun Yat-sen. En hij grijpt dan ook de macht. Hij heeft nog steeds het leger achter zich staan. En hij zet president Sun Yat-sen af. Sun Yat-sen die vlucht naar Japan. Yuan Shikai die verbiedt de partij van Sun Yat-sen. En wat je dan eigenlijk krijgt is een periode van hele grote onrust weer in China. Het land valt uiteen. Hè. Er is nog steeds de centrale regering. Maar in feite zijn er op heel veel plekken, in heel veel regio's in China, zijn er plaatselijke warlords, militaire machthebbers die dan de baas zijn. En wat je dan krijgt is een periode eigenlijk van ja, een burgeroorlog. Waarin de krijgsheren, die warlords, onderling heel veel met elkaar strijden. En dat die ook nog eens strijden tegen het officiële Chinese regeringsleger. En zo is die revolutie van eind 1911 nog geen 2 jaar later al uitgemond in een nieuwe periode van chaos in China.